Een goede middag, lieve vrienden. Ja, het is 11:55, dus ik heb gelijk. Goedemiddag. Ik wens jullie als eerste weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is dus 5:12 en we leven op zondag 14 oktober. En Chrissy die komt tussen 12:30 en 13:00 bij me. En dan gaan we weer met z'n allen ontoer. Ja, ik neem het. Tas dan mee. En we zien wel waar we belanden. Ik neem ook mijn statief mee. Je weet maar nooit wat we tegenkomen. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik laat deze camera. Denk ik thuis. Ik weet het nog niet hoe ik het doe. Maar ik. We zien wel. Toch? Ja, toch? Ja. Zullen we me mee eruit nemen omdat ik alweer zoveel ellende op mijn rug heb gekregen, op mijn bordje, het is maar hoe jullie het benoemen. Wij zeggen vaak op ons bordje. Wat gaan we doen, man? Wat gaan we doen? Hij weet niet wat hij wil. Nou, rode dakhaas, skandaal. Niet doen, man. Je wordt daar ook lelijk van. Hé. Hey. Kan dat niet? Kan dat niet? Hallootjes. Nou, luister dus niet, hè. En dan moet meneertje Frodo weer in de gaten houden, want hij heeft zijn melkkorf niet om. En waar Eowyn is, weet ik niet. In ieder geval niet buiten. Oh, ik zie er al. Daar is onze Eowyn, ons prinsesje. Oh ja, is het zo? Is dat zo? Ja, hé. Hé, gezondheid. Ja, en ze lopen ook steeds maar te zoeken, hè, waar Arwentje is, onze Arwen, ja, ik mis haar ook zo erg. Want iedere keer ook, en vooral ook dan met eten, hè, want ja, ze mochten graag overdag wegwezen. En als ik ze dan s'avonds om 6:30 eten gaf, ja, dan was het mis, want dan was het altijd 3 schoteltjes neerzetten. En daar vleesje op doen en dan kon ik ze eten geven en dan was het even zien, Kandalf ging dan naar de hal zoals jullie weten, Arwen en Frodo aten in de keuken en Eowyn at bij mijn bureau. Nou, zo was het altijd en dat mis ik nu, dat ritueeltje, weet je, dat doet wel zeer hoor, mijn meisje, echt wel. Ik heb nog steeds verdriet. Er is er al eentje geweest. Nou, het was maar een kat. Ja, en? Maar wel een lid van je gezin. Als je kind doodgaat eerder dan jij. Dan is het toch ook erg? Waarom is een kat of een dier in het algemeen dan niet erg? Dan moet jij geen dieren nemen als je er zo over denkt. Ik ben daar zo boos om. Het was maar een kat. Ja, en? Ook daar kun je van gaan houden. Ik wel. Ik hou van al mijn dieren. Ik hou van mijn kinderen, ik hou van mijn dieren. Ik hield van mijn man, ik hou nog van mijn man, ondanks dat hij er niet meer is. Maar het is wel zo. Ja, en daar word ik zo boos om. Verdorie. Laten ze normaal doen. Dan moeten hun, die lui, die zijn volgens mij geen kinderen waard. En helemaal geen gezin waard. Laten ze maar mooi alleenig blijven. Ja, kom zeg. Maar ja, oké, eventjes een ander verhaal. Ik heb mijn broodje klaarstaan, ik heb koffie klaarstaan, ik ga lekkertjes eten. En we zien wat de dag ons brengen gaat. Ik weet niet waar we naartoe gaan, dat weet ik niet, nee. Weet ik echt niet hoor. Merk ik wel en anders maar niet. Ja, het is allebei goed. Maar als Chrissy er is, pak ik de kamer natuurlijk weer te de rand. En dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, tot straks.
Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Chrissy is er ook. Ja, kijk maar. Hey, allemaal, ik ben er ook weer. Ja, toppie hè. We gaan er straks lekker ervan door. En we nemen jullie uiteraard mee. Ja, en ik heb gezegd, ik neem de hele tas mee. Want je weet maar nooit wat we tegenkomen. En als ik de statief nodig heb, dan kan ik jullie daarop zetten. Is dat een goed plan of niet? Dacht ik. Tot straks.
kan je delen vanaf YouTube naar Facebook. Oh ja. Ja, ik heb ook een heleboel groepen op Facebook. Oké. Okay. Kijk, lieve vrienden, Chrisje heeft ook een camera. Ja, die kan ook filmen tegenwoordig. Ja, als ze gekke dingen doen. Maar dan moet dat gekke dingen wel doen, wordt er gezegd. Maar ik heb een heleboel groepen op Facebook. Ik heb ook een groep die heet de Club van de 50-plussers. Oh ja. Mag je vanaf 50 jaar heen komen en ik zit bijna op de 21.000 leden. En mijn omslag van de groep, dat is een motor met een aanhanger. En op die aanhanger staat er een rolstoel met een oude oma erop. En op de motor zelf zit het echtpaar. Oh. Ja, daar kun je het aan herkennen dat het mijn groep is. Ja, het is hier mooi, lieve vrienden. Heel erg mooi. Oh, er komt een verkeer aan achter mij, denk ik. Want ik hoorde een bel. Ja. Oh, die gaat de andere kant. De andere kant om. Meneer is jong en soepeles. Ja, mag het hondje op de vlog? Tuurlijk mag hij erop. Kom eens, hoe heet het hondje? Spike. Spike. Hi, Spikey. Spike. Hi. Hi. Hé. Spike vindt aandacht wel leuk. Hoor. Ja, oeh, weer bliksem. Het is een mensenhond. En vooral kinghond. Ja, dat is mijn hondje ook. Ja, dat echt. Gelukkig, hè? Echt. Nooit tegen een doekel. Hé, jij nou? Zo, hi mee. Ja, fijne dag verder. Ja, dank u. Dat is echt mooi, hè? Dan heb ik straks een vlog over een vlog. Haha. Hi. Hi. Was je er ook weer? Ik ook. Aha. Mooi. Zijn we er allebei. Thank you.
Nou, daarbovenop daar loopt Chrissy dan. Ik zal zo meteen eens even inzoomen. Die gaat de uitkijktoren op. En nou zie ik er weer niet. Ik zal denk ik de trap wel gaan bestijgen of zoiets. En het waait nogal hier om een beetje. Want ik zal denk ik harder moeten gaan praten. Ja, dan klimt ze de trap op, de eerste trap. Doei! Daar zwaait ze. En dan gaat ze dat trappetje zo omhoog. En dan wordt de uitkijk nog wat mooier voor haar. Ja, helaas kan ik dat niet gaan beklimmen. Echt niet. Ze gaat de camera denk ik oppakken. Ja, ze gaat daar staan te filmen, net achter die ene paal. En daar loopt ze weer. Zoeken in de camera. Dan gaat ze naar die trap daartoe. Klimt ze die trap op. En dan is ze op de een naar de hoogste verdieping. Daar staat ze dan. En dan moeten ze nog één verdieping hoger. En dan gaat ze weer een trapje omhoog. En dan komt ze zo op die bovenste platform. En dan zien we er even niet. Nee, logisch, hè? Leuk, hè? Nou, dat kun je nagaan. Het staat op een heuvel. En die heuvel is voor mijn booster te steil. Dat ga ik niet aan met bochten erin. Ja, dat durf ik niet aan. Daar is ze. Hoi, schat. Stoppen, Tanjer. Stoppen. Zijn we lang boven geweest? Ja, heel lang. Wat lijkt ze dan ook klein, hè? Zo. Nou, dan zal ze wel, denk ik, hopelijk weer naar beneden komen. We krijgen wel mijn arm. Maar we zien dat ze zelf wel. Ik denk dat ze nou aan de andere kant staat te vloggen. Ja, ik zeg vlog, dat ben ik zo gewend. Ik weet niet of zij het op YouTube zet. Misschien stuurt het op naar mij toe dat ik het erbij kan plaatsen. Ik weet het niet. Merken we wel. Ja, toch?
Zo simpel als wat. Oh, ze staat in dat hoekje. Ik krijg al aan mijn arm. Joetere. Oh, dat zijn open roosters, want je ziet de mensen er doorheen lopen. Ah, mijn neusje ook. Het is een hele constructie even goed. Even wisselen van de andere hand hoor. Zo. Ah, mooi. Het is hier helemaal mooi. De hele omgeving, nou ja, daarnet door die oerwoud hier naartoe. Ze staat dan nog steeds, dus het uitzicht die kant op, ja, dat is richting de helden natuurlijk. Ja. Heel mooi. Nou, we zullen het zien hoe haar beeldkwaliteit is. We zullen het beleven, we zullen het merken. Daar vliegen nog vlindertjes, zo. Ja, daarnet ook libelles tegengekomen en al, mooi gezicht. Kijk, zo loopt het pad. Ik zal hier beginnen. Nou, het is gewoon van dat greffelpad, hoe noem je dat? Allemaal kleine steentjes en dingetjes. Nou, dan gaat het hier bij deze palenleuningen omhoog. Ja, omhoog, 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 omhoog. Bochie krijg je, dan krijg je weer omhoog, dan krijg je weer een bochie. En hoe daar, nou, dan loopt weer recht en dan kom je zo bij de uitkijktoren. Oh. Ik zie er niet meer op de hoek. Waar ze wel is, weet ik ook niet. Want ik zie er niet. Oh, aan deze kant. Op de hoek. Gaan we heen. Daar. Daar staat ze weer. Leuk, 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 leuk. Ja, in mijn tap. Nou, en dan komt ze weer naar beneden toe. Ja, ja. Ja, we lopen weer eentje langs. Dat van de achterlangs is er ook niet bij. Nou ben ik het kwijt. Zal ze daar wel zo meteen opdoeken. Ja, ik zie al een kopje komen. Daar is ze. Auw, dat is mijn hand. Dan zal ze terugzoomen. Uitzoomen bedoel ik. Kan ze vanzelf dichterbij. Ha ha.
Hi, schat. Ja, dat dacht ik wel. Je ziet het ziekenhuis, je ziet de oude Rijkswerf, je ziet de lange Jaap, je ziet echt alles. Ja, ik ben er nog nooit op geweest. Wel vroeg op de oude in de donkere duinen, maar ja. Hier nog nooit. Nee, omdat het hier stond, kon ik dat niet meer doen? Nee. Maar ik hoop dat de film gelukt is en dan kan je er toch van meegenieten. Ja, daarom. Nou, dan gaan we maar weer verder, hè?